Koen Verweij en hier in de schouten hebben maandag van bondscoach Geert Kuiper een startplaats gekregen op de massastart bij de Olympische winterspelen volgend jaar februari in P.E. Ontjan. Verwij en Schouten zijn daarmee nog niet, helemaal, zeker van de Olympische kwalificatie, omdat er in totaal maar maximaal 10 Nederlandse schaatsers en 10 Nederlandse schaatsters naar de Spelen mogen is er een zogenaamde selectievolgorde opgesteld door schaatsbond KNSB. De selectievolgorde is bepaald aan de hand van zogenaamde kansenmatrix. Dat model is opgesteld met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen om te kijken op welke afstanden Nederland de meeste kans heeft op een Olympische medaille. Daarvoor zijn de resultaten van de World Cups van voren en dit seizoen en de WK-afstanden van vorig seizoen gebruikt. Er is nu een lijst van nummer 1 tot en met nummer 15, die bij het Olympisch kwalificatietoernooi, oktober. 26 tot en met 30 december in Tielf helemaal ingevuld zal worden. De top 3 op de 500, 1000, 1500, 3000 vrouwen en 5000 meter mannen komt op zijn plaats in de volgorde. Bij de 5000 meter vrouwen en de 10000 meter mannen heeft Nederland twee startplaatsen. Ook die hebben hun plek in de matrix. Net als de eerste startpositie op de Massa Start. Bij de vrouwen staat de Massa Start op plek 8 en bij de mannen op plek 11. Nederland heeft bij de mannen en bij de vrouwen twee startplaatsen op de Massa Start, die in de Zuid-Korea voor het eerst op het Olympische programma staat. De andere twee startplekken worden nagewezen na het oktober. Waarover is is geen massa start wordt verreden. Deze startplaatsen valt buiten de selectievolgorde. Kuiper maakte maandag in Utrecht ook bekend welke drie schaatsers en drie schaatsers eventueel in aanmerking kunnen komen voor een Olympische aanwijsplek voor de ploegachtervolging. Bij de mannen zijn dat Sven Kramer, Jan Blokhuisen en Verwijen. Bij de vrouwen Marit Leestra, Irene Wuest en Antoinette Jong. De lange baan van de KNSB heeft in totaal drie aanwijsplaatsen per sekse die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij ziekte van een topper bij het oktober of als de bondscoach in schaatsers TR mee wil voor de ploegachtervolging. Kuipers heeft nu de drie namen bij de mannen en de vrouwen bekendgemaakt die na het oktober in aanmerking zouden kunnen komen voor een aanwijsplek specifiek voor de ploegachtervolging. Dit betekent niet dat deze schaatsers al geplaatst zijn of ook daadwerkelijk zullen worden aangewezen. Dat hangt af van de resultaten op het oktober. Er mogen volgens de regels maximaal twee aanwijsplaatsen gebruikt worden voor de teampurs uit. Deelnemers aan de ploegachtervolging moeten volgens de de regels van de Internationale Schaatsunie is u ook deelnemen aan een individuele afstand in Zuid-Korea. Bij de vorige winterspelen in won Nederland 23 van de 36 medailles bij het lang op een schaatsen. Een dik record. De komende spelen in Pyeongchang zijn van 9 tot en met 25 februari.